songs van Taylor Swift. Ja, dat zal wel iets met een theekransje worden of zo, denk ik. Ik ben Douwe Dijkstra en ik noem mezelf een illustrator, afgestudeerd aan de kunstacademie Minerva. En sindsdien werk ik als illustrator voor veel muziekdingen en gevarieerde opdrachten, van alles wat eigenlijk. Ik heb dus een studio in Groningen. En daar werk ik op één studio samen met mijn collectief, met z'n achten. En daarnaast werk ik ook nog voor Vera Groningen. En daar maak ik adviesjes voor, zedelijk adviesjes. Bij Vera, daar hebben we dus een intekenlijst. Daar komen alle aangekondigde concerten komen in te staan en met 12 ontwerpers verdelen we die dan. Dus elk concert krijgt een poster. Soms een leuke lokale Groningse band die een plaat presenteert. En soms staat er ook nog een grindcore band of zoiets open. Bij grindcore moet je natuurlijk wel even een schepje erbovenop doen. Nou ja, deze dan. In ieder geval vond ik wel leuk om er een beetje contrast in te gooien. Het zijn dan de Carriers. Dat is denk ik het meest overdreven goed wat er is in deze wereld. Die heb ik in dit geval dan een andere activiteit gegeven. Ja, het begon echt een beetje vorm te krijgen, denk ik, toen ik naar de kunstacademie ging. Toen ontmoet ik daar de mensen waar ik nu nog steeds mee samenwerk. Met mijn collectief Knetterijs zaten we op Minerva altijd met z'n allen tot laat te werken om ideeën en inspiratie uit te wisselen. En toen we afgestudeerd waren, wouden we dat graag voortzetten. Toen zijn we op zoek gegaan naar panden in Groningen waar we, nou ja, waar we dat verder kunnen doen. Dit is dus een anti-kraak pand. En we hebben hier zelf een hok ingebouwd met handige vaders. En nu dus ook een eigen zedelijk studio. Met hier ook een koffiebrouwer. Met een marktwagen hier staan. Er zit dan nog een autonome kunstenaar die installaties maakt en grote schilderijen. Hier dan weer een iemand die maakt vormgeving dingen met planten en volgens mij is Roodburn bij mij gekomen omdat Maarten Donders, de maker van het artwork van het jaar daarvoor en goed bevriend met Walter volgens mij, die had volgens mij mijn werk gezien, ik weet niet waar, Instagram. Toen had ik een mail gekregen van Walter en hem ontmoet op Eurosonic. En toen later durfde hij het aan om met mij het artwork voor 2020 te gaan maken. Ik ken het wel, maar ik had geen idee van wat de ervaring precies is van Roodburn. Ik denk wel dat ik heel erg hou van muziek, wat echt heel erg een eigen wereldje is ofzo. Van garage rock, psychedelische rock, hip-hop, metal. Soms gewoon Taylor Swift. Vind ik ook heel leuk. Kan ik niet ontkennen. Walter die liet ook, denk ik, heel duidelijk merken dat hij vooral mijn werk wou. En niet dat ik iets ging proberen wat bij Roodburn paste te doen.
Nee, het moest wel natuurlijk aansluiten bij verhaal van Robin. Walter die heeft wel een heel goed beeld van wat hij wil en wat hij houdt niet van clichés. Hij is wel heel erg voor de artistieke vrijheid. Dus hij heeft me ook wel voor een heel groot ding mijn eigen gang laten gaan. Je hebt zo'n soort van verhaalstructuur, de Hero's Journey. Het is eigenlijk een soort van verhaal met verschillende facetten. Lord of the Rings is daar denk ik het bekendste voorbeeld van. Het mooie daaraan vond ik dat het vaak een duidelijke scheidingslijn in het verhaal is van een avonturier die in het onbekende reist. Ik heb ook die posters heb ik opgedeeld in verschillende stadia's van de reis. Ik zag het karakter echt als een ranger. Ik zat heel erg te kijken naar plaatjes van die rangers die door de Grand Canyon met een paard gaan. Deze poster is dan echt dat de avonturier de bekende wereld verlaat. Dus ik heb een heel vredig en vertrouwd plaatje hiervan proberen te maken met de molens, echt dat plattelandsgevoel. En een mooie uitgestrekte natuur. Ik ging met een klein schetsje. En die verfijn ik een aantal keer. Meestal doe ik dat op een lichtbak en dan teken ik hem een paar keer over totdat ik hem goed heb uitgetekend. En dan begin ik echt met het inkten en dan uiteindelijk kleur en het zeepdruk. Dit zijn de negatieven voor de zeepdruk. Elke, dat is dan voor één kleur. Dit is dan de eerste wat de blauwe laag en dan komt daarna de gele laag overheen. En de geel die de blauw dan overlat wordt ook dan weer groen. En daarna komt de rode laag. En als die weer over blauw heen komt, krijg je weer een beetje een bruine kleur. Uiteindelijk komt dan nog de laag met donkere lijnen eroverheen. Ja, zeepdruk is wel een redelijk traag proces. Het is echt ook handwerk, dus je bent wel volle dag, twee dagen bezig met het drukken voor 100 poses of zo. Als je het voor de eerste keer doet, dan gaat alles fout en dan wordt je print waarschijnlijk ook niet zo mooi. Bij Vera heb ik het echt geleerd, omdat je daar eens in de maand één of twee poses moet drukken. Dus in het begin zit je heel erg te schelden dat niks lukt en alles is scheef en het gaat fout. Maar op een gegeven moment dan snap je hoe je dingen kan oplossen en dan het gaat nooit hetzelfde. Het is altijd anders. Ik had eigenlijk net alle poses af. Toen werd er een streep doorgezet, dus dat was wel een anticlimax. Voor corona deed ik eigenlijk voor 60% concertposes of zo, evenementposes. En dat is natuurlijk in één keer helemaal weggevallen. Maar ik zag ook wel dat heel veel andere dingen op mijn pad kwamen. Voor het Forum hier in Groningen heb ik dingen gemaakt. Voor twee bierbrouwers heb ik etiketten gemaakt en voor koffie heb ik ook etiketten gemaakt van alles. Van alles wat waar een plaatje op kan, dan maak ik daar een plaatje voor. Ja, het leek me altijd wel heel vet om iets voor, om echt het artwork voor een festival te maken. Dus die heb ik nog steeds op mijn lijstje, denk ik nu. Ik hoop dat het nog een keer
een andere mogelijkheid is om zoiets te kunnen doen.